Goeiedag, Frank Blankje. Nou, vanochtend kreeg ik een vraag in een van mijn traininggroepen en die vroeg aan mij van we doen best wel veel dezelfde oefeningen in het trainingsschema. Hoe vaak moet je eigenlijk van oefeningen variëren? Want ik dacht altijd dat het normaal was om zoveel mogelijk van oefeningen te wisselen en dat ik daarmee de meeste progressie zou boeken. Nou, dat is een aanname die heel veel gebeurt, die eigenlijk niet klopt. Je kan hem eigenlijk heel makkelijk spiegelen in je hoofd naar het volgende. Stel, je wil een andere taal gaan leren. Stel, we gaan Frans leren en je kan op dit moment nog geen Frans. Je gaat alleen Frans leren of je gaat Frans, Italiaans, Duits en Spaans tegelijkertijd leren. Wanneer denk je dat je als eerste de taal onder de knieën en dat je er heel veel resultaat mee gaat boeken? Dat is eigenlijk hetzelfde met trainen. Als jij één oefening doet en je gaat die één oefening heel vaak herhalen, word je daar heel erg goed in, ga je er ook flink progressie op boeken. Ga je hem één keer in de 5 weken doen en wissel je een andere keer continu van oefeningen af, ga je niet zoveel progressie boeken. En daar zit het hele grote verschil. Ik zeg niet dat elke week alles exact hetzelfde moet zijn. Maar wat je eigenlijk wil doen, is je training gaan oppakken in blokken. En in een blok bedoel ik bijvoorbeeld van, je maakt een trainingsprogramma. En dat trainingsprogramma ga je van 6 tot 10 weken lang doen. Daarbij is het belangrijk dat je bijvoorbeeld 6 tot 8 oefeningen kiest, wat jouw primaire oefeningen zijn. Waar je echt op gaat focussen die aankomende periode. Dus stel als mannen, je wil een grote borst hebben, bankdrukken. Vrouwen willen rondere billen hebben en hip thruster. Die oefening ga je echt kijken of je daar heel goed in kan worden. En dat je daar ook stap mee kan maken om daar beter in te worden. Je wil zwaarder kunnen gaan, je wil meer herhalingen kunnen. Je wil je totaal volume eigenlijk omhoog gaan brengen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is waar je op wil gaan focussen. Het is niet zo dat je aan het einde van de training, als je laat zeggen echt voor een spierpomp bijvoorbeeld gaat, dan maakt het niet zo heel veel meer uit welke oefening je doet. Dan is het gewoon zoveel mogelijk bloed krijgen in die spier. Dus wat ik ook vaak trainers tegen mij hoor zeggen, ja, maar wordt de training toch heel erg saai? Nee, stel je doet 7 oefeningen in een training. De laatste 2 oefeningen maakt het niet zo heel veel meer uit. Alleen de eerste 2 die je doet, daar wil je wel heel specifiek en consequent hetzelfde doen. Want daar wil je eigenlijk progressie in gaan boeken en daar wil je beter in gaan worden. Doe je dat, dan zul je ook merken dat je veel sneller vooruit gaat. Dus, wat kan je voor jezelf doen? Ik ga even een voorbeeldje schrijven. Als je trainingsschema hebt van, oké, wat wil ik verbeteren? Dus je verbeteren, punten. Nou, stel je zegt tegen jezelf, ik wil een grotere borst hebben. Dan zou ik zeggen, kies gewoon 2 oefeningen voor je borst waar je de aankomende periode je nadruk op laat leggen. Dus bijvoorbeeld bankdrukken. En 1 klein dumbbell press. Nou, stel je zou 6 keer per week gaan trainen. Dan doe je waarschijnlijk een push-pull-leg-split. En die herhaal je 2 keer. Dat is push-pull-leg-split, houdt in. Duwbewegingen 1 dag, trekbewegingen 1 dag en 1 dag benen trainen. En dat doe je 2 keer per week. Op de duwbewegingen dag, waar het borst natuurlijk onder valt, zal je deze dus als een van de eerste oefeningen in je schema zetten, waarbij je gaat kijken of je daar progressie op gaat boeken. Dat is de ideale trainingsopbouw. Dat is hoe je wil gaan beginnen. Denk daar dus goed over na. Ga niet te veel variëren met die oefeningen. Nee, hou die oefeningen aan het begin en ga gewoon kijken of je daar elke week progressie op kan boeken. Daar is progressieve overload goed voor. Hetzelfde zie ik heel veel gebeuren met beeldprogramma's. Dat veel dames die zeggen van ja, ik wil elke keer een nieuwe oefening kijken op Instagram, dit en dat. Daarvan ga je geen grotere billen krijgen. Als je dit wil gaan doen, focus op een hip thruster en een Romanian deadlift. Dat zijn de enige 2 oefeningen die je echt nodig gaat hebben om je billen echt goed te laten groeien. De rest van de oefeningen heb je niet zozeer nodig. Tenzij jouw lichaam het echt niet ligt of je kan de techniek niet goed uitvoeren, dan kan misschien een andere oefening ideaal zijn. Maar voor 99% van de dames is dat voldoende om billen te groeien. Je hebt die banden niet nodig, je hebt de apparaten niet nodig. Die 2 oefeningen zijn alles wat je nodig hebt. Nou, heb je hier nog verder een vraag over? Laat er een reactie achter en anders spreek je morgen weer. Tot dan.